En het ook de manier waarop, overigens, van, van een van de vier partijen aan de informatietafel. U hebt de respect gemist van de heer omzicht. Voor het instituut informateur wel, ja. Ik, 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 ja, 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 ja. Wouke, ja, ja. jij Lube hebt ontzettend lang rondgelopen op het Binnenhof hè, als uh, politiek verslaggever. Ja. Zoiets ooit... Uh... Nee, nee, dat is ongekend. Het, uh, het amateurisme, de chaos, uh, het geklungel van alle kanten. Het is uh, ja, eigenlijk zat van begin af aan in. Uh, uh, Omzicht die met tegenzin daartoe ging. Uh, uh, Jessel Gus, die eigenlijk de oorzaak van alle ellende is door die deur open te zetten. Uh, die uh, eerst zei ja en dan weer draaide. En achteraf blijkt uh -huh. gewoon dat op VVD-congres al al Een ja tegen deelname aan de kabinet Wilders was. En daarbij uh, zit daar een informateur en uh, de leider van uh, de grootste partij die het meest gewonnen heeft. En ze geven beide in staat om te voorkomen dat ze elkaar op X, voormalig Twitter, daar een soort uh -huh. ieder keer van die persoonlijke rustjes uit uh, zitten te vechten. Ja. En, en dat er ook. Uh, 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 een beetje verraad wordt gepleegd mm -hmm. eigenlijk. Nou ja, en wat gebeurde er toen? Uh, Pieter Omzicht is uh, ontzettend in paniek geraakt... omdat Marleen van Rooyen uh, van, van de, het NOS-journaal... die had al uh, de e-mail e naar alle leden. Die zou het pas avonds om negen uur uitgaan. En toen is alles in zo'n klungelige chaos terechtgekomen. En dan ook vertellen bij uh, Umberto aan de, ja. de, de talkshowtafel wat nou precies de redenen waren. En toen dacht ik... Dit heb ik echt nooit meegemaakt. Dit is echt zo, zo krankzinnig. Ja. Zo maar heeft hij zich gekwalificeerd als, als politiek leider hiermee? Ja, ik vind van wel. En ik vind ook dat Plasterk heeft geen kans gezien... om dit ja. goed in de hand te houden. Om te zorgen dat daar toch een beetje meer een eenheid werd gesmeed... zodat iedereen tot zijn recht kon komen. Maar daarmee zeg je Plasterk... of, of omzicht is wat mij betreft af, maar Plasterk net zo... Ja ik, ik, ja, ik vind omzichten wel af in dit proces hoe die wegging, maar mm. voor, voor, voor mij is die absoluut verder niet af. Als politiek niet? Nee, hij heeft gewoon de deur achter zich dichtgetrokken. Ja. Hij heeft gewoon gezegd. Maar de uh, waarop... al dat we, ja dat is niet handig gegaan, maar dat niet gedaan. Dat vind ik toch wel eigenlijk een uh, groot compliment uh, waard. <laughs> ja, dat ja, hij, ja. ja, dat vind ik echt. Maar Plasterk wel weg, zeg jij. Ja, nee, Plastek heeft dit gewoon ook uh, uh, niet goed gedaan. Nee. En dan net ook weer. Uh, geen ja, respect komt het... voor het instituut, uh, ja. ombudsman. Ja. Uh, of uh, sorry hoor, ja, bij de ombudsman. Voor ja. een <laughs> informateur. Ja. Geen respect voor. Ja, en dan zie je ook, dat speelt nu allemaal hetzelfde spelletje, Dezelfde vrees wordt uh, gespeeld vanmorgen in de Telegraaf. Twee uh, uh, oude informateurs van VVD-huizen die zeggen, nou, totaal respectloos wat Omzicht deed. Nou, dan wordt er hem dus natuurlijk uh, met ja. graag uh, ingepakt. Uh, de, 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 schuld, uh, de schuldvraag ligt nu helemaal uh, bij uh, Omzicht. Maar tegelijkertijd, ze kunnen niks onder hem. Mm -hmm. Dus vandaar dat ze zeggen, maar de deur staat nog open hoor. We hopen toch dat hij komt. Ja, de kans dat hij komt, hè. Je zit een beetje met een, met een glimlachje naar mm -hmm. dit alles te luisteren. Maar in 2017 is het ook aan de hand geweest... dat er een formatie bijna niet, uh, bijna niet tot stand kwam. Ja. CDA, VVD, ChristenUnie en D66. Klopt. En toen heb ik eigenlijk van jou geleerd. Um, Kijk wat je precies zei. Formeren is... Dat was een variant op wat Herman Schenk-Willink altijd zegt. Ja. Die zegt: formeren is faseren. Ja. En ik heb ervan gemaakt: formeren is dineren. Ja. Want als je niet met elkaar door de deur komt en een, een beetje ook intermenselijk als politicus uh, laat los van al je politieke verschillen, tot elkaar komt... Ja. Dan, dan kan je niet samenwerken. Nee. Of het nou een voetbalploeg is of, of thuis... Uh, een kabinet of, of politici ja. moeten ook uh, met elkaar om ja. door de deur kunnen. Dat is wat jij toen hebt gedaan, hè? Met, met, met je hebt ook de hele pers uitgenodigd, volgens mij. Ja, drie dagen later, werd het, drie dagen later werd het restaurant ja. gesloten... Ja. door de voedsel- en magerautoriteit. Ja. 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 Echt? Ja. ja. Maar is dit, als je nu gaat kijken, van, he, met echte boten krijgen we de mensen wellicht weer een tafel. Wat zou jij dan nu adviseren? Nou, ik kijk natuurlijk met, met, met ontzettend veel uh, beroepsplezier naar hoe dit allemaal gaat. He, want dit zijn partijen die allemaal zeiden: de traditionele partijen die doen er allemaal veel te lang over. Nou. En spelletjes en achterkamers. Nou, ik moet zeggen, ze leren snel. Ehm. <laughs> um, maar in alle ernst, we moeten dit ook niet al te erg zien. Uh, iedere formatie heeft even wat momenten nodig dat je aan elkaar ruikt en weer even mm -hmm. afstand neemt, et cetera. Uh, is gaat dat dit? Is dat wat we nu zien? Voordeels, is... ja, ja, en dat gaat tegenwoordig ook. Dat, ja, ik ben daar niet helemaal van om dat dan via social media ja, maar dit te doen. Nee, dat is wel nee, wij, maar, dan, uh... Wauke, wij worden oud. Uh... Wat heeft dat nou mee te maken? Nee, ja, dat, nou dat, dat hoort dit bij ook, deze. Ja, ja, ja. Nee, maar, maar dit is, dit kijk, het is gewoon veel ernstiger. wat, kijk, er nu wat, wat ik veel, veel, veel gevaarlijke vindt is er hebben nogal wat kiezers gestemd op partijen met weinig politieke ervaring. Ja. Eén partij, de grootste, VVD, is eigenlijk geen partij, want er is maar één lid en dat is Wilders en die bepaalt alles en die heeft vrij extremistische standpunten. De VVD is wel een partij traditioneel met een achterban en een interne democratie, maar die zeggen terecht, ja, met tien zetels verliezen en dertien jaar lang in dat torentje, ho, ho, ho. En dan heb je er twee, Boer Burger en, en NSC. Die eigenlijk heel jong zijn. Dus ik vind ook, klinkt misschien gek uit mijn woorden, dat we ze even de tijd moeten geven om dat op orde te krijgen. We kunnen nou allemaal wel van God uh, om zich is moe en is naar huis toe. Ja, ik weet hoe slopend het is. Dus laten we iets minder naar het gereutel eromheen en vooral kijken of Maar dat of gereutel die doen ze zelf. Zij ja, reutelen, ja, is zo. Zij reutelen maar er zelf mee. Wat ik maar het gevaar het vind is dat nog meer mensen afhaken bij de politiek. Zeker. Omdat ze denken, nou, vorig jaar hebben we massaal op Boer Burger gestemd. Een half jaar later gaan we massaal op PVV en NSC... en is Boer Burger eigenlijk alweer gedecimeerd. En, die, en ik zie de afgelopen decennia dat, maar, dat mm -hmm. kiezers geheel maar rondzoekend... naar wie gaat ons nou wel die ja, woningen, nou, wel, woningen leveren... wie gaat nou wel graag. wat aan He? migratie doen, mm -hmm. ja en iedere partij probeert. Maar nu zijn er een paar relatief nieuwe partijen. Mijn partij is ook ooit als, als nieuw in het systeem gekomen. Ik vind we moeten ze ook even de ruimte geven om die wens die de mensen hebben om een paar grote problemen nou eens aan te pakken, om te laten zien of ze dat kunnen. Maar zie jij om het goed ja, Nee. Nou, ik zie het ik, ik, ik heb er mijn twijfels over omdat bijvoorbeeld omzicht gebruikt nu het punt financiën. Iedereen in Den Haag en daarbuiten weet al van voor de verkiezingen dat er ongeveer een structureel tekort van 17 miljard is. Jaar, Nieuwe informatie. Nee, en je ja. kan niet zeggen: goh, ik wil regeren wanneer er geld uit te delen valt. Dat is antwoord op mijn vraag eigenlijk. Nou zie je ze eruit komen. Ja. Uh, ik, vind dat ze, ik vind dat ze de hele dure, dure plicht hebben om, om eruit om te komen. komen. Ja. Als je Mag, mandaat dan... vraagt aan de kiezer, zeker in de omzichtsgeval na zoveel getwijfel de hele zomer mm. was het, doet hij het wel, doet hij het niet nou, wil hij dan premier, doet hij het niet mm. dan denk ik. Ze moeten eruit komen. Ja. Dus is dat onder leiding van Plasterk, wat jou betreft? Nou, informateurs komen en gaan. En... Oh, een diplomatiek antwoord. Geef eens antwoord. <laughs> ja, geef nee, antwoord. Ik denk dat Plasterk klaar is. Waarom? Uh, omdat als je het vertrouwen. Kijk, wat, 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 wat ik heel stom vind van Plasterk, laat ik dat dan maar eerlijk zeggen: hij heeft ze twee dagen alleen gelaten. De informateur zit namens de gehele Kamer. Bij dit gezelschap. Als er dadelijk verslag moet worden gedaan, moet ja. hij over die hele periode verslag kunnen doen. Als ja. hij twee dagen er niet bij gaat zitten. Ik heb dat in 2010 meegemaakt met Ruud Lubbers. Die, die, die liet toen ook aan Wilders, Rutte en verhagen van het CDA. Uh, Zij. Ja. Nou, ga maar kijken of je een soort van gedoogconstructie kan doen. Nee, daar moet een informateur bij zitten, want die zit er namens de Kamer, de gekozen Kamer, namens de Democratie. ondadelijk niet om die achterkamers, die even nodig zijn, open te zetten. Maar denk je niet dat er sowieso een appgroep is... waar Plasterk helemaal niet in zit, van die vier? dat is allemaal niet erg. Maar je gaat niet op een andere plek in de Kamer zitten... terwijl de macht gevormd wordt op een andere plek. Ja, en dan zegt NRC daarvan, over Plasterk... hij heeft een geheime agenda. Het enige wat hij wil, is premier worden in dit land. En dat schijnen zij te merken aan tafel in hoe hij de gesprekken leidt. Dat doel, daar, is, daar, is, daar is ook al mee aangetoond hoe ongelooflijk weinig onderling vertrouwen er is. Ja, dat kan je wel vaststellen. En daarom kun je wel hopen dat het allemaal goed komt als ze een dure plicht hebben met zoveel wantrouwen. Nou, dat hopen wow. met extremistische politiek als de PVV, zeg ik als D66 natuurlijk niet. Ik hoop dat, dat ze eens even lekker extreem beleid gaan maken. Maar ik vind dat als je kiezers die nu echt al jaren op zoek zijn naar partijen die in hun ogen de goede dingen moet doen als je die niet beantwoord en met spelletjes maar elke keer de bal naar elkaar blijft schuiven dat noem ik de dure plicht om nu een kabinet te vormen. Maandag gaan we meer horen. Ja, ja, dank je wel vast.